welkom dat je er weer bent. Vandaag een filmpje over verschillende acrylmediums. Je hebt een heleboel verschillende voor acrylverf. Maar vandaag ga ik eigenlijk de twee basissoorten uitleggen. En dat is gel en pasta. En die heb je in verschillende diktes. Dus van gewoon tot extra heavy. En als ik je zou kunnen aanraden, als je het leuk vindt na dit filmpje, dan koop dan de extra heavy. Want ja, dan heb je direct het meeste resultaat. Ja, het verschil in onderscheid is tussen de gel en de pasta, is dat de pasta, die is eigenlijk dekkend. Dus zoals je hier op dit vlakje ziet, heb ik het gedaan en hij droogt wit op. Je hebt ook de gel en die is doorzichtig en die droogt ook doorzichtig op. Dus meng je deze pasta, de modeling pasta, dus de witte pasta, meng je die met bijvoorbeeld rood, dan krijg je een roze effect. En meng je de gel met de pasta of met de verf, hè, dan krijg je een echt rode verf bijvoorbeeld. Wat je hebt bij gels en mediums is dat er heel veel verschillende soorten zijn. Dus je kan zelfs grijze kopen en waar een beetje zand in zit. En je kan ook zelfs verschillende pasta's of gels kopen waar bijvoorbeeld stukjes glas in zitten. Nou, ik zal je vandaag laten zien dat je gewoon met de twee basispotten, als je die in huis hebt, dat je dan gewoon echt veel variaties kunt maken door ze zelf te mengen met bijvoorbeeld steentjes of zand. Alle soorten kan je kopen in kleine hoeveelheden, dus dat zijn tubes of soms hele grote potten van 500 milliliter of misschien wel van een liter. Nou, als je het echt leuk vindt, koop dan meteen een pot van 500 milliliter, want je gebruikt best veel van dat spul. Dus zo'n klein potje is gewoon heel snel op en dat zal je vandaag zien. Ik laat zien wat ik vandaag maak en dan laat ik ook even zien wat er van het potje van 250 milliliter over is gebleven. Dus we gaan zo verder met de materialen die je erbij gaat gebruiken. Eigenlijk het beste wat je kan gebruiken is paletmessen. Nou, die heb je in alle soorten en maten. Heb je die nou niet in huis, maar heb je misschien nog een oude bioscoopkaart liggen die verlopen is of een andere cadeaubon, dan kan je die ook gebruiken. Dat laat ik straks ook even zien. Dus je hoeft niet altijd dure materialen in huis te hebben om een leuk resultaat te krijgen. En een goede vervanger van een paletmes is dus gewoon een oud pasje. Dus bewaar gewoon alle oude zooi die je hebt. Dat doe ik ook met kwasten. Kwasten zorg ik ook, als die oud is, dan ga ik hem markeren. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar hier heb ik een blauwe tapeje omheen gedaan. Nou, ik heb er net eventjes de gel op mijn paletje gedaan. Dus de gel is die doorzichtige. Dat doe ik straks ook nog even met de pasta. Om jullie de verschillen te laten zien in de vakjes eronder als je het direct op aanbrengt. Let op dat je je materialen elke keer weer schoonmaakt. Omdat het eigenlijk een soort lijmachtige, plamuurachtige stof is. Als het opgedroogd is, krijg je het gewoon niet meer af. Dus let ook op als de dingen op de grond vallen of wat dan ook, dat je direct even schoonmaakt. Nou, ik heb even voor het gemak een oud handdoekje, gebruik ik daarvoor. En die gooi ik daarna gewoon weg. Maar je kan natuurlijk gewoon tissuepapier of zo gebruiken. Alleen dat plakt iets meer aan je paletje of aan je paletmes. Ik ga nu laten zien dat je over de gel zelf heen kunt verven. Dus dit heb ik geprepareerd. Het heeft een dag gedroogd. Dus sommige mensen brengen eerst het relief aan en gaan daarna er overheen kleuren. Overheen verven, sorry. Let wel op dat als je heel gemêleerd er overheen gaat, dus met gemêleerde verf, en dat bedoel ik met verschillende kleuren verf er overheen, dan zie je eigenlijk haast niet meer het contrast. En doe je er een egale kleur overheen, dan zie je nog heel goed, zeg maar, het relief wat erin zit. En dat komt doordat je de schaduwwerking van het relief dan beter ziet. Ik laat even een klein stukje nog open om te laten zien straks dat het dus een ander effect heeft. Help me even herinneren dat ik dat straks doe. Vervolgens ga ik hieronder de gel mengen met de verf. Dus de gel ziet er wit uit, maar die droogt uiteindelijk als doorzichtig op. Denk maar aan de gel in je haar, die is ook uiteindelijk doorzichtig. En die ziet er misschien groen of geel of weet ik wat uit in je potje. Maar uiteindelijk is die gewoon doorzichtig op je haar en zie je geen kleurverschil. Nou, ik pak dus weer zo'n oude kwast die ik gemerkt heb. En je kan de gel of met een kwast aanbrengen. Of met een kaartje of met een paletmesje. Nou, je ziet dat ik best veel gel moet gebruiken om dikte in mijn verf te krijgen. Nou, je ziet dat hij er nu net ietsje minder rood uitziet. Maar dat is straks met het opdrogen. Wordt dat weer doorzichtig. Pak ik nou te weinig pasta en verf erop,
dan zie je eigenlijk niet zoveel verschil. Dus je moet gewoon lekkere, dikke klodders gebruiken, want anders heeft het nog niet zoveel zin. Nou, ik doe het nu natuurlijk extreem eventjes voor de video, zodat jullie het duidelijk kunnen zien. En dan zal ik ook even laten zien dat je met een paletmesje kunt werken. Dan moet ik even weer wat extra gel erin doen. En met een paletmesje kan je of verschillende bewegingen maken. Dus dan kan je een soort herhalingen ook erin brengen. Maar je kan ook zeggen, nou, ik ga er juist in krassen. En zo ontstaat er van alles. Ik zal nog even wat extra mengen. Dus dat kan ook met je paletmesje kun je het mengen. Als ik zeg maar bijvoorbeeld eerst gewoon een dikke laag aanbreng. En daarna kan ik er ook in gaan krassen. Zie je, dus dan kan je er ook bijvoorbeeld ronde vormen in krassen. Dus hartstikke leuk als je bijvoorbeeld een roosje of zo wil maken met pasta. Dan kan je zeg maar op zo'n manier er ook mee werken. Nou, dat moet je gewoon zelf thuis uitproberen. Want je kunt echt op superveel verschillende manieren met die pasta werken. Dus iedereen heeft zijn eigen handschrift daar ook in, net zoals penseelstreken. Ik ben nu bezig om op het andere bordje even de pasta te gebruiken. Dus dat is het andere potje. En dat ziet er een beetje plamuurachtig uit. Nou, even kijken hoor. Zo wordt het al wat, maar je ziet al, hè, hoe leeg het potje nou inmiddels al is. En dan doen we de dop er weer op. Let even op dat aan de zijkant geen pasta zit. Want anders krijg je straks de dop er niet meer af. Nou, pak ik even weer dezelfde kleur om het verschil te laten zien. Nou, je ziet, ik gebruik heel veel verf. Maar dat komt omdat je best grote hoeveelheden hebt. En je wil natuurlijk ook dat de kleur goed blijft. Nou, deze meng ik even met de pasta. En dan zie je eigenlijk al wat er gebeurt. Hij wordt rozig. Wat ik nu even doe is met een pasje een dikke laag erop aanbrengen. Omdat ik jullie ook wat verschillende techniekjes wil laten zien. Je kunt het hoekje bijvoorbeeld van je pasje gebruiken en er dan in gaan krassen. Dus dan kun je er allerlei verschillende structuren in aanbrengen. Dus je kunt dan ook patronen erin gaan maken. Dan zal ik nog even wat laten zien. Wat jullie waarschijnlijk, als jullie schilderen, allemaal in huis hebben. En dan moet ik het beeld even voor stopzetten, want ik moet even wat pakketjes. Ik weet niet of je het goed kan zien. Dat zijn van die driehoekjes die bij je schilderijtjes zitten, bij je doekjes die je koopt. En die doekjes hebben altijd zo'n zakje met van die mooie houtjes erachter. Nou, dat is eigenlijk om je schilderij weer beter op te spannen. Maar een heleboel gebruik je vaak niet, omdat het schilderij al gewoon goed is van zichzelf. Die hoekjes moet je ook gewoon lekker bewaren thuis. Dat is net zoals met de pasjes, want die kunnen van pas komen op het moment dat je met zulke pasta's bezig bent. Dus ik kan deze ook gebruiken om bijvoorbeeld mee te krassen. Dus dat zal ik even laten zien. Kijk, je kunt heel mooi in gaan krassen. En ook weer patronen maken. En dan zie je ook dat je dat relief erin houdt. Nou, dan was ik één dingetje nog vergeten om jullie te laten zien. En dat is natuurlijk deze, hoe die op hoek die je kan maken. Dat hij weer rood is. Of dat hij rood wordt, laat ik het zo zeggen. Even kijken. Oh, bijna op mijn kleren. Nog een tip, trek altijd de oude kleren aan als je bezig bent. Zeker met pasta's. Want er komt altijd wat op je kleding terecht. Je kunt direct je verf mengen met de gel of de pasta. Dit is met de gel gemengd. En dan heb je direct de kleur die je hebben wilt. En met de pasta wordt die dus witter dan dat je van tevoren zou denken, dus die mengt als wit. Dus dan wordt het rode roze. Maar als je zegt van ik wil pasta gebruiken, maar ik wil nog steeds dat het rood blijft, dan moet je de pasta eerst aanbrengen zoals ik hier heb gedaan. En dan ga je daarna eroverheen met de rode verf. Dus met de pure rode verf, zonder dat je er verder nog een pasta of gel in doet. Nou, en dan zie je eigenlijk ook heel grappig ontstaan op het moment dat je hem niet helemaal overschildert. Dan krijg je ook weer aparte effecten. Dus daar zou je eventueel in de schilderij ook gebruik van kunnen maken. Doe je eerst de pasta en de gel erop en je doet daarna de kleur eroverheen, dan blijft het altijd bij beide de kleur die je eroverheen zet. Pasta mengt als wit en die wordt dus in het geval van rood-roze. En meng je de gel met de rode verf, dan blijft het echt de rode kleur, ook als het opdroogt.
hebt nu gezien dat als je een egale kleur gebruikt, dus één kleur gebruikt, dan blijf je de structuur heel goed zien. Om even het verschil te laten zien, mocht je dat niet doen. Dus mocht je meer gemêleerd overheen verven, dan met verschillende kleuren, zeg maar, dan zie je eigenlijk al dat die structuur een beetje verdwijnt. Ook al doe je het te dun op. Doordat je verschillende kleuren ziet, zie je eigenlijk niet meer wat voor dus dieptes en hoogtes er te zien zijn. En dat komt eigenlijk omdat je dan minder schaduw ziet. Dus de kleuren eisen meer de aandacht en de schaduwwerking vervalt een beetje. Dus hier zie je nog heel goed de structuren en de hoogtes en laagtes, hè, in de verf. En hier zie je dat eigenlijk veel minder. Dus die mooie cirkel die ik erin had, ja, die zie je haast niet meer terug. Nou, dat doe ik ook even bij de pasta, want daar werkt het gewoon precies hetzelfde bij. Dus op het moment dat je daar gemêleerde kleuren overheen zet, dan raak je eigenlijk ook een beetje de structuur kwijt die eronder zit. Nu gezien dat als je gewoon de witte gel gebruikt of de witte pasta die gewoon glad is, hè, van structuur, dat je daar dus doordat het heel dik is, dat je daarmee verschillende diktes in je verf kunt aanbrengen en lekkere klodders op je doek kunt krijgen. Die soorten pasta's worden ook aangeboden met allerlei varianten. Nou, dit is een variant waar, even kijken of ik hem open kan krijgen. Nou, dat gaat wonderwel goed. Ik zal hem even laten zien. Dit is een beetje zilverachtig en er zit wat zand door. Ik zal even een klein stukje. Oh, hij is hard geworden. Nou, dat is dan zonde. Want dat wou ik net ook vertellen. Je kan dus zulke potjes kopen en dan ben je meestal 12 euro kwijt. En nou ja, als je dus niet goed verzorgt, dan wordt die keihard. Dus deze kan ik gewoon weggooien. Nou, dat is 12 euro. Als je zeg maar zo'n grote pot koopt van gel, dan is die ook ongeveer, nou ik denk 18 euro. Maar daar kun je ook zelf allemaal variaties mee maken door er zelf spulletjes doorheen te gooien. En dat is uiteindelijk veel goedkoper, want dan kan je zelf maken wat je wil. En dan heb je niet de kans dat het potje of te klein is voor wat je wilt maken. Of gewoon nou bederft voordat je het gebruikt hebt. Ja, we hebben er net gekeken hoe je de pasta en de gel gewoon neutraal kan gebruiken zoals die precies in de pot zit. Maar ik zal je laten zien dat je dus ook verschillende variaties kunt maken door bijvoorbeeld vogelzand te gebruiken. Of decoreersteentjes die je bij hele goedkope winkels kan kopen. En je kan bijvoorbeeld zelfs rijst toevoegen of boontjes of weet ik veel wat je in huis hebt. Ik zal straks ook nog even laten zien dat je met lucifers ook weer een ander soort structuur kunt maken. Dus dat laat ik nu even zien en dat doe ik even versneld, want anders duurt het filmpje gewoon hartstikke lang. Ik heb net de pasta gebruikt en daar die deco-steentjes in gedaan. En dan zie je dat je hele dikke klodders hebt. Je zou ook kunnen kiezen om je deco-steentjes in de gewone verf te doen. Dus dat ga ik even doen. Het enige waar je dan op moet letten is dat je heel veel verf nodig hebt om de steentjes te laten plakken. En dat doe ik even boven. Ook even een klein stukje. En dat hecht dus net iets minder goed. Maar in principe kun je ook gewoon het in je gewone verf toevoegen. Kijk, je ziet dat ik gewoon minder steentjes op minder grote oppervlakken kan, op dezelfde oppervlakte kan laten kleven. Dus daar zit een beetje het verschil in. Dus de pasta die is gewoon beter om zwaardere stoffen in, of zwaardere materialen in te verwerken. Je kunt ook vogelzand gebruiken. En bij het vogelzand laat ik zo ook even weer zien. Dan zal ik even het verschil laten zien. Dat doe ik ook even met gewone verf en dat doe ik hiernaast even met de pasta weer. Laat nu even zien met het mengen wat het verschil is. Klodders vliegen overal. Dan zie je dat de pasta toch iets dikker van structuur is en iets beter omhoog blijft staan. En dat de verf toch iets, ja, iets gladder blijft, zeg maar. Dit is met de verf gemengd. En dan zie je ook best wel dat je structuur erin kunt krijgen. Maar dat je dus niet zulke hoge golven erin kan krijgen. Ja, hoeveel? Heel veel hoogteverschil erin kan krijgen, terwijl met die pasta... Kijk, zie je meteen, dan kan je hele dikke klodders weer op je doek hebben. Dus dat is weer een groot... Kijk, dat kan je bijna mee boetseren, zo dik is het.
Nou, en ook daarin kun je natuurlijk zeggen van nou, ik ga eventjes, pak even een paletmes. Dat je ook weer in die structuur, als je dus iets hebt toegevoegd, daar kan je eventueel ook weer in krassen. Of zeggen van nou, ik wil toch het iets meer naar die kant hebben of iets gladder hebben. Nou, eigenlijk kan je daar gewoon alle kanten ook mee op. Dus je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld een zee of zo wilt schilderen, dat je dan de golven een beetje kan modelleren nog met je paletmes. Nou, dan doe ik nu gewoon iets aparts en dat is lucifers erin. Dus je kan ook gewoon kleine stokjes nemen. Eigenlijk kan je gewoon alles nemen wat je in je huis tegenkomt. Je kan stro nemen van het konijn, maar ja, ik heb geen konijn. Dus dat wordt er niet. Dus ik denk, ik doe maar even luciferstokjes. Om te laten zien dat je ook iets anders kan dan ronde vormen erin doen. En ik doe het nu natuurlijk met gewoon de standaard pasta. Maar je kunt ook al direct een kleurtje toevoegen, hè, als je dat leuk zou vinden. Dus je kan hem ook al direct lichtblauw maken of zo. Je kan ook bijvoorbeeld spaghetti nemen om er doorheen te verwerken. Nou, het wordt ook veel in abstracte werken gebruikt, hè? Dus dat je veel verschillende structuren naast elkaar in abstract werk hebt. Nou, ik zal nog even laten zien hoeveel ik verbruikt had voor dit, zeg maar. Dus dat is een doek van 50x60, geloof ik, zo uit mijn hoofd. Nou, je ziet de ene pot met pasta, want die heb ik het meeste gebruikt. Die is bijna helemaal leeg. Nou, en deze is nog redelijk gevuld. Die is ongeveer voor de helft op. Omdat ik dit met wit heb laten zien en deze droog doorzichtig op. Dus dan was het handiger om de pasta te gebruiken. De gel kan je eventueel ook nog gebruiken om te lijmen. Dus als je collages of zo maakt, kan je deze ook voor papier lijmen gebruiken. Dus sowieso is het, vind ik zelf, handig om allebei in huis te hebben. De paletmessen kun je het beste schoonmaken even met een tissuepapier. Want als de pasta en de gel in je afvoer komt, dan is dat slecht voor je afvoer. Dus proberen dat echt te beperken. Kwasten spoel je natuurlijk wel uit. En zorg dan dat je met veel water dat mengt als je door de gootsteen spoelt. Nou, je kunt eventueel een beetje zeep erbij doen. En bewaar die oude kwasten gewoon voor een andere keer weer.